Yo mensen, wat wel Stentje. en welkom bij weer een nieuwe SORA video eindelijk. Voor de mensen die zich afvragen: ben je nog actief geweest op SORA? Ik kan jullie verzekeren, ik ben letterlijk, letterlijk elke dag actief geweest op SORE. Ik heb heel veel dingen even links laten liggen. Dat had zo zijn persoonlijke redenen. Daar ga, ga ik hier niet op terugkomen in ieder geval. Maar ik heb in ieder geval elke dag, uh, ben ik ingelogd op Soref en ik heb elke dag mijn dingen gecheckt, elke dag ingeleverd, elke dag getraded, elke dag. Dingen gekocht, verkocht, statistieken bekeken, strategieën bedacht, et cetera, et cetera. En ik ben alleen nog maar een betere manager geworden in mijn ogen. Het zou gek zijn als dat natuurlijk niet zo was. Maar dat betekent in ieder geval dat we nog flink actief zijn op sore. En uh, de content gaat dus weer terugkomen. Ik ga even nu een kleine update geven. Een soort clubtour van wat er nu in mijn club zit. Waarom bepaalde spelers in mijn club zitten. Waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt etcetera, etcetera. Er is ook nog groot nieuws, want de Premier League is nu eindelijk op Sore, en we gaan allemaal kijken wat voor impact dat heeft natuurlijk op Sore, want uh, dat was eigenlijk het enige wat nog ontbrak bij de Sore was eigenlijk uh, ja, de Premier League rechten. Die hebben ze nu dan eindelijk, en ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat betekenen op lange termijn, op korte termijn voor Sore. Ik denk persoonlijk dat het een hele goede zet is. Sora gaat natuurlijk sowieso de goede kant op. En uh, ja, mensen gaan nu ook daadwerkelijk inzien dat Sora niet zomaar even een fantasy dingetje is. Of et cetera, et cetera. Ze hebben nu echt wel naam gemaakt voor zichzelf. En mocht jij dan nou ook interessant vinden. Mocht jij nou denken van hé, hey, laat mij ook eens even wat dingen proberen op SORE. Want voor de nieuwe mensen wordt het steeds aantrekkelijker om mee te doen. En je bent nog niet aangemeld. Doe dat dan via de link in de beschrijving. Als je vijf spelers haalt door middel van bieden. Op de, op de veiling dus. En als je dus ja, misschien Premier League wil gaan spelen, is dat nu het juiste moment. Dan krijg je een extra gratis limited speler erbij. Dat zou misschien zomaar een Premier League speler kunnen zijn. Dus dit is eigenlijk het moment om je aan te melden. En als je dat dan doet. Doe het dan alsjeblieft via mijn link. Daar help je mij mee. En jezelf dus. Dus ik zou zeggen dat is een win-win situatie. Laten we snel gaan kijken naar de club van Bassistentje. <laughs> ja, dames en heren, daar zijn we dan. De club van Bassistentjes. Zoals Als je kan zien. Zijn er geen limited kaarten meer te vinden. Enkel. Rare en super rare kaarten. Ik heb, uh, ja, ik speel eigenlijk al een tijdje geen limited meer. Maar uh, ja, we hebben nu dus rare en super rare kaarten. Waarom ik bepaalde kaarten heb, ga ik allemaal nog uitleggen. Dus het wordt misschien wel een wat diepere video voor de, ja, voor de echte genieters eigenlijk. Ik moet even kijken of ik het beste hier kan laten zien of via SoRare. Even een kleine snel tussendoor. Ik sta op dit moment ook op een reward die ik morgen zal krijgen. En dan gaan we dus ook de line beelden doen voor Game Week 343. Maar goed, laten we allemaal voor later zorgen. Ik kan zo meteen wel even laten zien waar we dan zijn geëindigd, in welke competitie, et cetera, et cetera. Maar zoals je kan zien, hebben wij hier rare kaarten. Ik heb natuurlijk nog steeds de legendarische kaart van Eloy Roman. En voor de echte kennis, die wisten dat ik hem op 0% had. En we hebben hem flink opgetraind. Hij heeft natuurlijk uh, ja, geen wedstrijder gehad, dus we hebben hem vol kunnen trainen. Dus dat was gunstig. Pelle Clement, Ouasar, uiteindelijk blij mee. Ouasar is wel een middenveldenkaart, hij speelt verdedigen. Het was ideaal geweest om hem als verdediger te hebben. Want dan krijgt hij de clean sheet bonus. En Sparta doet het echt goed dit seizoen. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dus dat is het enige minpuntje. Maar als ik kijk wat ik ervoor heb betaald, is dat hartstikke prima. Maar deze twee backs had ik al gehaald. Dus niet zo echt om uh, over naar huis te schrijven. Dan gaan we door. Tony Verlena, wat een hele goede kaart is. En dat wordt ook een hele goede kaart voor Kept. Dat kan ik later op terugkomen. Uno Bulut, ik kan jullie even laten zien. De laatste score die hij heeft gepakt. 86. Gaat misschien nog een van maken. Uh, ik hoop het persoonlijk niet, want hij scoorde dus uit de vrije trap. Hij is rechtsback. Hij wordt dan wel genoemd bij de grotere clubs in Turkije of eventueel een uh, internationale transfer. Frederik Renault, geen Citroën. hebben we nog steeds in de ploeg. Hartstikke top. Uh, anders draaien, de legend. Hij heeft een transfer gemaakt naar Anderlecht. Daar ben ik uh, heel erg blij mee. Ik heb eigenlijk veel te veel voor hem betaald destijds. Maar we hopen gewoon dat hij zijn vorm weer op kan pakken. Wat voordelig is, is dat hij van een midweekse ploeg naar een nog een midweekse ploeg is gegaan. Daarmee bedoel ik te zeggen een ploeg die Europees speelt. Alleen, Anderlecht speelt Conference League, als ik me niet vergis. En Micheland um, speelde Europa League. En die moest volgens mij tegen Sporting. Als ik me niet vergis. Dus dat wordt nog wel een iets moeilijkere klus. José Angel Carmona, gehaald van 0.2 Ethereum, is eenmaal als een pudding gewoon ingekakt. Want de laatste is gaan voor 150 euro, zoals je kan zien. Ik heb uh, nou ja, iets meer voor hem betaald. Is nu uh, uitgehuurd aan Eltje. Ja, Sevilla staat sowieso in de mut. Ja, hij heeft gewoon uh, een moeilijk seizoen. Hij is een jong talent. Werd vergeleken met Ramos. Oh, Ramos, wat doe je nou? Toen hij bij Sevilla speelde. Maar hij is dus nu uitgeleend aan Elche. Die het echt dramatisch doen in Spanje. Maar goed, uh, hopelijk kan hij daar wel wat meer punten gaan pakken. Hij speelt daar natuurlijk wel op vaste basis nu. Dus dat is top. En hij speelt ook meer als soort wingback volgens mij rechtsmidden. Dat is top. Hier dan Adeboye. Sean Adeboye. Heb je voor een mooi prijsje op kunnen pikken. Een tijdje geleden. Kijk hoe lang geleden? Vijf maanden geleden. Doet het hartstikke goed. Laatste score: 55, 82, 63, 81. Dus dat is echt hartstikke prima. Die is goed bezig aan 2023. Goed begonnen in ieder geval. Dan hebben we Mike Eats. De keeper van Istra. Heet dat volgens mij? Istra. Ja, toch lekker vaak de 0 gehouden. Heeft me wel rewards opgeleverd in onder 23. Waar ik dus veel rewards heb opgepikt. Alle rewards die ik in de tijd dat ik. Offline ben geweest. Heb gepakt. Ga ik met jullie doornemen. Dus maak je daar niet druk om. Ole Romani is wel een apart verhaal. Die heb ik eigenlijk gehaald. Ja, omdat het een onder 23 aanvallen was. Is een beetje buiten, de, buiten beeld. Well, niet buiten beeld geraakt, maar is zijn basisplek kwijtgeraakt aan Rui Mendes. Alleen die raakte geblesseerd door de overtreding van uh, Mauro Jr. En die ligt er dus een week of 7, 8 geloof ik uit. En daar, daar, ja, dat betekent eigenlijk dat Romani weer meer kans heeft op speelminuten. Dus dat is in dat op zich gunstig voor mij. Maar we hopen natuurlijk voor Rui Mendes dat dat uh, meevalt. Maar dat zag er niet best uit. Milan van Ewijk. Het zou zomaar kunnen dat op het moment van dat deze video online komt. dat hij nieuwe bij en Veen speelt. Maar die hebben dus al uh, SAR verloren. En die gaan van Ewijk, denk ik. niet zo makkelijk wegdoen. Maar uh, ja, die doen het gewoon super bij Heerenveen. De laatste tijd wat minder. Maar is wel echt een, uh, een speler die een hoog plafond heeft, om het zo te zeggen. En die gaat misschien nog wel van de zomer. Nou ja, dan weet ik bijna wel zeker dat hij van de zomer weggaat, Naar nou, of een toppelum in Nederland of naar het buitenland. Ik hoop persoonlijk dat hij naar of Ajax, of PSV, of Feyenoord gaat. Dat zou top zijn. Dan hebben wij Cosmas Gressos. Die heb ik als uh, reward gewonnen. Uh, dus dat was hartstikke leuk. En die heeft het ook echt uitstekend gedaan voor mij. Allah uh, verraad ja, die laatste score is dat niet helemaal. Maar ik ben uiteindelijk wel tevreden met hem. is een uh, verdediger, maar speelt als verdediger middenvelder. Dus dat is eigenlijk het omgekeerde van wat ik net met Awasar vertelde. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Uh, het is sowieso leuk om first owner kaarten zeg maar, uh, te hebben. En helemaal nu natuurlijk super uh, ja, wat uh, meer op kan leveren. In de zin van capped. Kom ik ook later nog op terug. Nicolas Raske. Op het moment van, dat ik dit opneem, is het voor 95% zeker dat hij gaat tekenen bij Rangers. En dat is voor mij echt ideaal. Omdat Rangers natuurlijk samen met Celtic. Celtic nog iets meer de schotse competitie domineert. En dat is voor mij natuurlijk hartstikke gunstig. Onder 23 spelen. En ik hoop dus dat ze volgend jaar uh, ja, Europa League bijvoorbeeld gaan spelen. En dan uh, kan dit zomaar een uh, pittig duur kaartje nog worden. Moulin heb ik gehaald voor Underdog destijds. Maar die is uh, helemaal buiten beeld geraakt, volgens mij. Die heeft echt amper gespeeld. Of hij is ingevallen, of hij speelde wel. De laatste wedstrijd weer. Ja, zie je dat. Hij gaat voor 9 euro. Curtis Main is een beetje hetzelfde verhaal. Maar hij doet het wel decent op zich. Is eigenlijk een perfecte Underdog-speler. En is nu ook voor capped. 22 bijvoorbeeld. Ik ga allemaal nog uitleggen wat dat inhoudt. Als je dat nog niet weet. Palois heb ik gehaald voor de midweek met Nant. Is op dit moment geblesseerd. Maar lijkt terug te komen over een weekje of twee. Dus uh, die gaan we dan ook weer terugzien. Hopen dat Nant gewoon lekker kan vlammen, ook uh, Europees. Brian Olivant. Geen Olivant. En hij heeft ook geen olie. Oké, okay, genoeg. Die uh, ja die is heel blind. Want die gaat van 65 naar niet spelen. Naar... 74 naar 21 en 20. Die gaat alle kanten op. Wat eigenlijk ook wel weer gunstig is. Want zulke uitschieters heb je wel nodig. Maar ja, het is gewoon prettig om te hebben. Het is gewoon een vaste waarde. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat spelers een vaste waarde zijn. Dat is uh, Wietsel niet meer in ieder geval. Dus uh, die gaan we misschien nog wegdoen. Maar het kan zomaar zijn dat hij wel weer gaat spelen. Dus is een soort van akka eigenlijk. Maar goed, daar komen we later nog op terug. Matthias Fixel ook gewonnen. Damiel Dankelui ik dacht dat hij zijn plek over had genomen. Van um, um, de andere rechtsback bij zijn naam even kwijt. Maar dat was niet zo. Dat was niet. Maar ja, voor 7 euro durfde ik het gokje wel te nemen. En als hij niet speelt, wil hij ook nog wel eens invallen. En dat is natuurlijk ook weer handig voor de capped 22 modus. Lucas Paquetta heeft te maken met een, uh, een trade die ik heb gemaakt. Daar kom ik later nog op terug. Dat is een heel interessant verhaal. Want in die trade staat ook Greg Taylor. Ehm. Um, ja, daar kom ik zo meteen even op terug. Dat is een vrij interessant verhaal. Hier hebben we uh, Lewis Holdby, Heb ik gehaald op de auction voor 0.1 Ethereum. Uh, voor de echte wat oudere kijkers. Die zullen hem misschien kennen als het talent van Schalke. Um, die speelt nu in de tweede competitie in Duitsland. Het is nummer 1 van 10. Of altijd grappig om te zien. En dat rijmt ook nog eens. Maar hij speelt dus wel op redelijke basis. En hij lijkt wel ja, daar lekker te gaan op de centrale middenveldpositie. Ik heb hem nog niet in een selectie gezet. Omdat Duitsland pas net begonnen weer is. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij ons kan helpen. Chimi Avila heb ik uh, de portemonnee voor getrokken. 0.45 Ethereum. Wat toen gelijk stond naar 540 euro ongeveer. De spits van Osasuna is de main man daar. Speelt ook een beetje op de rechterflank rechte af en toe. Zou een transfer maken na Atletico Madrid. Rit. Maar door de transfer van uh, De Pai is dat niet doorgegaan. Lijkt hij te blijven. Als hij een transfer zou maken, zou ik dat niet eens heel erg vinden. Want Osasuna scoort heel weinig. Alles moet van hem afkomen. Ja, we gaan hem meemaken. Als hij blijft, vind ik het prima. Als hij gaat, vind ik het ook prima. Zolang hij maar speelt, natuurlijk. Maar ja, ik denk uh, als een, een club in spits haalt voor bepaalde bedragen, dan neem ik aan dat ze wel gaan spelen. Samuel Chukweze van Villarreal. Die uh, heb ik gehaald voor de onder-23-competitie voor Champion Europe. En voor ja, All Star of Alstair Pro, Capt. Hij kan eigenlijk overal spelen. Behalve dus een challenger. Dan hebben wij Aido. De verdediger van Celta de Vigo hij heeft laatst een mooie wedstrijd gedropt. Hier 60 scoren zonder een decisive. En die gaat ons ook een reward opleveren. Daar komen we zo meteen op terug. Nicolas Madsen is een fenomeen. Je ziet hem hier in de Herenveen shirt. Maar hij speelt bij Westerlo. Is een uh, aardig fenomeen. Onder 23 en zet echt hele zieke scores neer. Heel consistent. Uh, heeft een zieke EA-game, zoals het dan heet. Dus dat is top. Sinan Bolat. Een rare goalie. Voor challenger dus. Felipe Andersson. Die heb ik uh, gehaald nadat ik heel veel andere spelers uh, heb weggedaan in een trade. Daar kunnen we zo meteen wel even naar kijken, naar de transacties. Felipe uh, Andersson. Doet het gewoon goed. Hier had hij het wat moeilijker tegen Fiorentina. Was voor het eerst dat ik een wedstrijd ging kijken van Lazio. Uh, hij deed hier minder omdat hij de laatste tijd. Veel als spits heeft gefungeerd omdat Immobile geblesseerd was. Immobile viel in. En op het moment dat hij naar de buitenkant ging, ging het dan meteen een stuk beter. Ik zal even een klein clipje erin zetten van een hele vieze panna. Die hij gaf. En uh, daar heb ik gewoon veel vertrouwen in. Lazio speelt ook Conference League. Die speelt tegen Cluj. Dus ja, ik ga ervan uit dat ze die winnen. Dus dat betekent al dat we vier wedstrijden midweeks ook hebben met hem. Dus dat is helemaal top. João Paulinha. Als je het over EA Beast hebt. Nou, deze man. Heeft een aardige EA-game. AA Hier is al een score van 100 gedropt tegen Southampton. En uh, ja, die speelt dus nu bij Fulham in de Premier League. Die hadden wij dus eigenlijk al voordat de Premier League uh, kwam. Maar uh, dat is helemaal top. Echt een uh, geweldige all-round speler. Dus daar ben ik blij mee. Erik Lira, als je het over scouten hebt. Ik heb deze man opgepikt voor. Uh, even kijken, ik denk 0.06 no, of 0.07. En zijn prijs nu is 0.16, bijna 0.15. Dus ik heb eigenlijk uh, verdubbeld met hem. Dus daar ben ik wel uh, blij mee. Goed gescout. Dat is top. Voor 123 heb ik, daarmee, uh, heb ik daarmee veel opties. Dus daar ben ik uh, zeer content mee. Hoe moet Goenius? Ben je hetzelfde verhaal? 123 middenvelden. Um, doet het ook gewoon prima. Tegen Fatih heeft hij 67 gescoord. Tegen Bizikdas. Wat minder, maar dat is niet gek. Bizikdas is gewoon een uh, sterk team in Turkije. Dan hebben we Nene Dorgeles. Dor ik hoop dat ik het goed zeg. Ook een onder 23 speler. Aanvaller van Westerlo. Die dus samenspeelt met uh, Fixel. Madsen die ik net liet zien. En uh, dus uh, mijn grote vriend Sinan Bolat. Hebben we dus een mooie stack mee. En over stacks gesproken. Michael Murillo vormt een uh, tandem aan de rechterkant met Anders Draaier. Die dus aan de uh, rechtsbuiten een beetje hangend speelt. En hij knalt er eigenlijk overheen. Dus daar ben ik ook uh, zeer tevreden mee. Mats Seuntjes, heb ik ook gehaald op het juiste tijdstip, want die is nu natuurlijk naar RKC gegaan en die lijkt gewoon aankomend halfjaar wel een basisspeler te zijn bij RKC. heeft nog een lage L15, dus dat handig voor capped. en als je dan over capped spelers hebt, Haruki Arai, dit is de grootste akkaman die ik eigenlijk ken. want deze man speelt denk ik links midden, rechts midden, links buiten, rechts buiten, rechtsback. Uh, centraal middenveld, deze man speelt echt overal. Dat kan ik zo meteen op Sorry data even laten zien. Uh, laatste scores waren wel goed van hem: uh, 62 en 57. Dus ja, die L5 die gaat langzamerhand wel omhoog. Maar nog steeds redelijk laag, dus daar ben ik blij mee. Adan. Ah, dan, ja, nog een challenge: Europe Keeper eigenlijk. Uh, we spelen ook Europees. Dus dat is helemaal prima. Ze gaan nu spelen tegen Micheland. En daar, uh, ja, daar hoop ik uh, veel van te zien eigenlijk. Ik hoop dat ze het goed gaan doen. Ik denk het wel tegen Land, Want die zijn eigenlijk een beetje ja, ingekakt. Aan draaier is daar weg. Die uh, middenvelder waar ik zijn naam even van kwijt ben. Is naar de MLS gegaan. Dat waren eigenlijk hun twee belangrijkste spelers. Samen met nog een jonge buitenspeler. Maar die gaat misschien ook nog weg daar. Dus ik verwacht dat Sporting uh, die wel kan winnen. Dan hebben we nog Hans Mulder gehaald. Dat was eigenlijk een soort uh, ja, meme. Omdat hij een L15 heeft van twee. Maar ik wist niet dat je spelers van een uh, L15 van nul in kon leveren. Als ik had gedacht. Had dat gewoon wel gekund. Maar dat zou dus handig zijn voor eventueel cap 220. Waardoor je dus vier beesten erin kan zetten. met hem erbij. En dan uh, hopen dat je, dat je wat kan winnen. Uh, Vito Manone. Super goalie. Had ik nodig. Ik had er eigenlijk een andere keeper. Dat is ook weer een mooi verhaal. Kom ik ook nog even op terug. Rayjon Kiayi. Ik hoop dat ik uh, ook deze naam goed uitspreek. Heb ik ook gehaald voor capped. Uh, ik had eigenlijk nog, om heel eerlijk te zijn. één speler nodig voor aankomende mid of, ja, midweekse speelronde. En hij was niet heel duur. En lijkt net zo'n positie over te hebben genomen in het team. Dus ik hoop dat ik daar uh, ja, een goede keuze in heb gemaakt. En dan, dames en heren. Affelidis, man. Sorry, ik moest het doen. Ik moest het doen. Hij heeft nog een half jaar onder 23. Hij is. Pff, ik heb deze man. Ja, deze man is een beest, man. Sorry. Ik heb deze man uh, zien spelen. En ik had hem al een tijdje langer op het oog. Maar. Ja. Deze man is gewoon fenomenaal, man. Deze man is volgens mij bij iets meer dan uh, 60, 60 minuten is hij betrokken bij of een goal of een assist. En dat zijn echt bizarre statistieken. Dus we hopen dat hij die vorm door kan zetten. En dan hebben we Arthur Theert. Ik weet niet precies hoe ik het zeg. In ieder geval de broer van Andrew. Nee, grapje. Maar uh, onder 23. Een hele goede verdediger in de league. Uh, daar heb ik ook redelijk wat voor betaald. Maar zijn scores liggen er ook niet echt om. Als je hier ziet, echt zieke scorers. Zou misschien nog wel een transfer gaan maken. Schurkt ook een beetje tegen het Belgische nationale elftal aan. Dus dit is eigenlijk de club op dit moment hoe ik hem heb. Het heeft ongeveer een waarde van tussen de 7,5, 8 Ethereum. En we hopen nu de grind gewoon uh, voor te kunnen zetten richting de 10 Ethereum. Dat zou, uh, zou mooi zijn. Dus uh, ja, jullie gaan er weer uh, bij zijn hopelijk. Mocht je afvragen waarom ik het donker thema heb op Sora, uh, op dat is een uh, extension van Google Chrome. Dat heet Dark Reader. Ik ben niet gesponsord of wat dan ook. Maar ik weet dat mensen misschien gaan zeggen van... Huh, die, uh, die night modus, hoe kan ik die aanzetten? Nou, dat is niet van Sora, maar in ieder geval... Dat is gewoon een extension van Google Chrome. Dat. Laten we even snel naar Sora Data gaan. Dan gaan we even kijken uh, wat er nou allemaal is gebeurd... qua transacties, et cetera, en wat voor verhalen achter zitten... voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Let's go. Nou, ik weet eigenlijk niet zo heel goed waar ik moet beginnen. Want uh, ja, de transacties uh, zijn er doorheen gevlogen eigenlijk. Maar uh, laten we zeggen dat ik ook een tijd heb meegedaan aan so rare NBA. En dat ik oprecht ja, daar redelijk succesvol in ben geweest. Uh, om mezelf even goed op de borst te kloppen. Zoals je kan zien ben ik dus 50 geworden in uh, rare contender. En ik had daar een reward van volgens mij 250 of 300 euro. Ik ben dus ook een keer 60 geworden. Ja, hier. Hier ben ik dus 60 geworden. Dus ja, ik ben best wel hoog geëindigd. Twee keer in uh, rare contender. Dus ik had dus al gezegd uh, die uh, rare, super rare reward. Geestels. Dat was in Game Week 314. De week daarna won ik dus Santiago Castro. Wat heel grappig verhaal is, is dat deze man had op dat moment een prijs van 0,12 Ethereum. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ging pitten. Ik dacht, weet je wat? Ik zet hem gewoon op voor 0,25 Ethereum. Meer dan het dubbele. Ik denk, nou ja, als iemand dan een interessant bot heeft, dan kunnen ze het gewoon opsturen en dan kunnen we altijd onderhandelen, et cetera. Toen werd ik wakker. En toen was hij nou, man. Dus ja, ik weet niet wie zo dronken was. Maar ja, bedankt in ieder geval. Want hij heeft mij dus. Uh, dat was een tier 3. Hij heeft mij 0,25 Ethereum opgeleverd. Ah, een, ah, dat was een reward van onder 23 R. En zoals je kan zien, daarna was hij niks meer waard. Maar ik moet zeggen, hij blijkt dus nu heel goed te doen. 0,248. Dus ik ben nog steeds. Degene met de duurste verkoop. Ja, zieke spike eigenlijk. En ik denk ik, boom. En daarna ook gewoon meteen een video Action was hij 0,13. Dus ja. Bedankt in ieder geval voor degene die, uh, die, dat, uh, ja, die dat heeft gebine-out. Moet wel een hele grote fan zijn geweest. Dan hebben we nog een interessante. Dat was in Game Week 318. Dat was weer een week daarna. Had ik weer gewonnen in 123. En dat was Sven Meinans. die ik uh, toen heb verkocht voor 0.17 Ethereum. Ja, hij zit nu echt in de goede periode. En is dus iets gestegen, maar niet extreem of zo. Dus ja, die hebben we dan ook nog uh, weten. Binnen te halen en meteen dus verkocht. Dus op een gegeven moment, ik was in de onder 23, hè. Was ik uh, vrij succesvol. Dat had meer te maken met het feit dat. Ik had op een gegeven moment die stack met uh, Sar en Sidney van Hoijdonk. Dat werkte gewoon, met Rasker en natuurlijk uh, Mikey's. Dus ik werd hier uh, 147ste. Dus toen hadden we meteen een onder uh, 23 reward te pakken. En dus die week daarna nog een keer, 318. Was eigenlijk dezelfde stack. Had ik Rasker, die was, ik had in de laatste minuut, had hij een assist. Dus ik had hem captain. Daardoor had ik een tier 2 rare. En ik 88ste. Dus dat was op zich wat chill. Ja, moeten we moeten even kijken. Ik heb uiteindelijk dus al mijn. Um, limiteds in Sora NBA weggedaan. Als je kan zien, 0.13, 0.43. Ja, dus het was het denk ik iets van 0.6 Ethereum. Omdat het voetbalseizoen En natuurlijk weer aan zat te komen. Dan heb ik Sakala gehaald. Super rare. Van de Rangers. Um, omdat ik dacht: van hé, hey, die man is best wel goedkoop. En die zit er nu de laatste tijd goed in. Maar omdat de rumors van Rascan naar Rangers bekend werden. Ben ik dus een beetje gaan volgen wat de transferperikelen zijn rondom Rangers. En Rangers heeft dus ook een nieuwe aanvaller gehaald. Ik dacht al van, mm, dat zit me niet lekker. Dus uiteindelijk heb ik die Sakala ook nog weer in een trade uh, weggedaan. En wat bleek, hij uh, begon afgelopen weekend op de bank. Dus dat was dan al een kleine win voor mij in ieder geval. Ja, uiteindelijk dus deze spelers gehaald, weer verkocht. Toen heb ik heel veel van mijn super ingeleverd. Uh, van Ranking, Grueso, Zivkovic, Ruan en Junior Orso. Voor 0.32 heb ik onderhandeld met Hafti. Uh, en dat beviel me zo goed dat ik ook uiteindelijk wat rare kaarten weg heb gedaan. Voornamelijk Second Division, die ik eigenlijk had gehaald. Omdat die in de, in de WK bleven spelen. Ja, dat was gunstig, want dan kon je gewoon uh, threshold blijven pakken en rewards. Dus dat was, uh, dat was prima. En daar heb ik dus ook best wel wat Ethereum voor uh, gekregen. En daar heb ik dus massen voor teruggehaald. Sinan Bolat, Felipe Andersson, Palinja. En al goed, die spelers die je net dus zag. Heb ik uiteindelijk ook Sidney van Hooydonk en Amisar met hem getrayed voor Hafti. Dus uh, met Hafti. Um, en daar weer dus weer nieuwe spelers voor gehaald. Die Dorkeles, Murillo. Um, uiteindelijk nog Herman die ik weer weg heb gedaan. Ja, zo blijft het dus maar doorgaan. Uiteindelijk heb ik dus ook Plavotic en Sakala en die Jordan Tell dus gewisseld voor Adan. Dus uh, Plavotic. Is wel een interessante, want die heb ik dus voor 0.1 destijds opgepakt, opgepikt. En als je die scores kijkt, zijn die echt wel vrij bizar. Alleen uh, nu, <laughs> nu uh, is die weer voor heel veel minder gegaan. Uiteindelijk was die nog voor veel meer gegaan, als ik even verder terug ga. Kijk, ik had hem hier opgepikt voor 0.13. Dan is hij hier nog één keer gegaan voor 0.47. Ethereum. En hier weer dus voor een stuk minder. Dus uiteindelijk tevreden mee. Ik heb uh, goede scores met hem weten te halen. Dus daar ben ik gewoon, uh, uiteraard gewoon tevreden mee. Maar die tweet uiteindelijk dus ook. Dus ja, dit is een beetje het plan. Voor de line-ups. En wat ik ga doen in de aankomende game weeks. Ga ik denk ik een losse video over maken. Ik heb ze wel klaarstaan. Dit is voor Game Week 342. Dit is voor aankomend weekend. Zoals je kan zien. Ik heb heel wat uh, dingetjes al klaarstaan. Maar misschien dat ik live ga. Of dat ik een video maak. En dan kunnen jullie met mij mee discussiëren. En uh, ja, we gaan er dus sowieso een reward krijgen voor specialist. Wij staan 49ste in specialist, als ik al zie. Deze spelers doen het hartstikke goed. Philippe Andersson had een decisive kunnen hebben. Als uh, Immobile een bal binnen had geschoten, die een big chance mist, kreeg. Dan had ik uh, wel durven zeggen dat ik uh, misschien wel een tier 2 rare plus een tier 2 super rare had kunnen hebben. Maar goed, we mogen niet klagen. Er zijn nog een paar wedstrijden te gaan. Dus ja, misschien dat het nog een tier 3 wordt. Maar ik denk wel een tier 2. Oké okay dan, dan hebben we nog één kans in de onder 23. Want we hebben, even kijken, 43 punten nodig voor een t 3 rare. En zoals je kan zien, zijn er nog maar een paar wedstrijden te gaan. En daaronder dus, uh, ja, met een uurtje begint uh, Villarreal. Dus mocht deze beste man een score halen van boven de 50, hebben we wel een t 3 te pakken. Ik zal me niet zoveel voorstellen, allemaal lage T3. Alleen het is misschien wel lekker met de nieuwe capped modus, modi, moet ik zeggen, sorry. Dat, uh, dat, uh, ja, dat je wat theedrietjes mee kan pakken. Stel je voor dat je dan net uh, tekort komt. Dan uh, kan je misschien een wissel spelen. Of een jongen spelen die net doorbreekt. Of et cetera, et cetera. Jullie kennen het wel. Kan je altijd nog inzetten. Goed. Ik heb inmiddels even kijken. Een half uur geluld. Ik vind het wel mooi geweest, dames en heren. Ik wil jullie bedanken. Um, dus als je dit ziet. En uh, misschien gooi ik hem wel vandaag gewoon online. De dertigste. Ik ga dat gewoon doen. Ik ga hem vandaag online gooien. En dan komt morgen dus of een livestream. Of een video met de, de sowieso één reward. En misschien wel twee. En dan gaan we dus ook misschien de luide builders even doen. Dus vergeet dat belletje niet in te drukken. En vind je dit nou interessant? Wil je meer weten over Sora? Vergeet er niet te abonneren en te liken. En ben je nog helemaal niet aangemeld op Sora? Doe het dan via de link in de beschrijving. Want als je vijf spelers binnenhaalt via de auction, vijf limited spelers, krijg jij een gratis limited kaart daarbij. En je helpt mij ook mee. Dit kanaal help je dan ook. Dus uh, dat zou top zijn. Bedankt voor het kijken. Laat even weten of jullie wat mooie rewards hebben gepakt de afgelopen tijd. In de comments hier beneden. Je bent sowieso een soldaat als je er nu nog bent. En ik check je bij de volgende video. Ciao, ciao.